Steenbok, leuk je kijkt in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 52. En dat is van maandag 21 december tot en met zondag 27 december. Dan staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof deze week voor jou een week is waarin je ja, eigenlijk over de dingen wat kan piekeren. Ik heb zeker het idee dat er ook een stuk gezelligheid is, maar je lijkt best wel een beetje te malen over bepaalde dingen. Je kan het niet zo helemaal goed loslaten en ik heb het idee dat je het wat moeilijk vindt om nu eigenlijk precies daar een oplossing voor te vinden. Misschien hoef je die oplossing ook wel niet meteen te vinden, hè? Probeer niet te veel te gaan piekeren. Je kunt niet alles in je eentje daarin veranderen. Natuurlijk is het goed om erover na te denken en de dingen bij jezelf te blijven bevoelen en dingen te kijken wat voor jou daarin nodig is. Maar het besluit, dat hoef je niet meteen te gaan nemen. Want dat lijkt er eigenlijk voor te zorgen dat je een soort gepusht gaat voelen. En dat lijkt me juist niet de bedoeling te zijn. Hè, probeer ook juist een beetje te genieten van die kerstweek. Want ik heb het idee dat daar best wel wat gezelligheid ligt. En dat je met jezelf zo aan het piekeren bent dat je daar misschien soms een klein beetje aan voorbij kan gaan. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso super fijne kerstdagen.